Welkom bij WOVAR. In deze video gaan we u alles vertellen over onze kantschuiven. Bij WOVAR hebben we verschillende soorten kantschuiven. We hebben namelijk de bascule kantschuiven, de pijp kantschuiven en de nagel kantschuiven. Ik ga nu even wat dieper in op de verschillende soorten kantschuiven. De bascule kantschuif is het meest populair en het veiligst om uw deur mee af te sluiten. U herkent een bascule kantschuif aan de hevel die u omhoog trekt en weer terug laat vallen in de kantschuif. Terwijl u dit doet, zal de schoot uit de kantschuif worden geduwd. Als u hem weer terugslaat, ziet u dat de schoot ook weer terugvalt in de kantschuif. Het voordeel hiervan is dat de schoot nooit teruggeduwd kan worden als de hevel aan de andere kant is opgesloten. Kantschuiven worden altijd meegeleverd met een sluitplaatje en hebben we in twee verschillende kleuren. De pijpkantschuiven zijn iets minder populair en worden vaak gebruikt bij bijvoorbeeld blokhutten. De pijpkantschuiven hebben we in twee verschillende varianten, namelijk één met afgeschuimde achterkant en één met een rechte achterkant. U kiest degene welke het beste past bij de sponning van uw deur. Waarom zijn deze nou iets minder veilig? Nou, als ik hem hier eruit druk, is het namelijk mogelijk om de schoot gewoon zelf terug te duwen. Dan hebben we nog de nagelkantschuif. De nagelkantschuif wordt eigenlijk alleen gebruikt voor kleine deurtjes van bijvoorbeeld meubelen. Dit komt door zijn kleine formaat. Kantschuiven worden enkel gebruikt bij dubbele deuren. En dan eigenlijk alleen op de deur die altijd vaststaat. Bij een dubbele deur heb je namelijk altijd één loopdeur. Dat is in dit geval deze. En één vaste deur. Op deze deur gaan we dus twee kantschuiven plaatsen. Namelijk boven één en beneden één. Dit doen we met behulp van een freesmachine. Om goed en veilig te kunnen frezen hebben we de deur er even uitgehaald en op zijn zij gelegd. Heeft u nou een deur met een sponning, dan is het natuurlijk niet nodig om te frezen. Heeft u nou geen bovenfrees, dan kunt u natuurlijk ook gewoon een houtbeitel gebruiken. We gaan de kantschuif invrezen met een 18 mm dikke frees. Aangezien we geen standaard freesmal hebben voor deze kantschuiven, gebruiken we de gratis meegeleverde aanslag, oftewel geleiderrail, die bij onze bovenfrees wordt meegeleverd. Voordat we beginnen met frezen is het belangrijk dat we de kantschuif even goed aftekenen. We plaatsen hem precies in het midden van de deur, gelijk met de onderkant van de deur, tekenen hem af en kunnen vervolgens gaan frezen. Voordat we gaan frezen is het natuurlijk nodig om de frees goed af te stellen. Hoe u dit doet kunt u zien in onze andere video over freesmallen. Het grootste gedeelte van de deur hebben we uitgefreesd met onze bovenfrees. We hebben hem daarna nog iets netter gemaakt en iets beter afgewerkt met behulp van een beitel. Dan gaan we nu de kantschuif plaatsen. Zo. Zoals u ziet valt hij mooi weg in de deur en we gaan hem nu vastschroeven met onze zwarte schroefjes. Schroefjes worden niet bij de kantschuiven meegeleverd. Deze dient u altijd apart mee te bestellen. Bij de zwarte variant raden we aan ook zwarte schroefjes mee te bestellen. Bij de verzinkte variant natuurlijk verzinkte schroeven. De afmeting die u nodig heeft is 3×30 mm. Voordat we de deur terugplaatsen gaan we even kijken of de kantschuif werkt. Nou, die werkt uitstekend. Gaan we nu de deur terugplaatsen en de gaten boren in het kozijn en in de vloer. Dan gaan we nu de gaten boren waar de schoot in het kozijn valt. Dat doen we door de deur dicht te doen. De heuvel even goed aan te duwen, zodat de schoot echt tegen het kozijn duwt. Dan doen we de deur open en kunnen we precies zien waar de schoot komt. Pakken we de boormachine, hebben we een 15 mm brede vlinderboor opgezet. Deze plaatsen we precies in het midden van de indruk. En dan gaan we boren. Kijk of ik diep genoeg heb geboord. Perfect! Tot slot dekken we het voorgeboorde gat af met het meegeleverde sluitplaatje. Mocht je nou niet genoeg ruimte hebben voor het sluitplaatje, kan je deze inkepen. Als het niet nodig is, hoeft het niet per se. Het sluitplaatje gaan we, net als de kantschuiven, vastschroeven met de 3×30 mm schroef. Vervolgens herhaalt u deze stappen ook bij de onderkant van uw deur. En heeft u de dichte deur goed afgesloten met behulp van onze kantschuiven. Wij hebben vandaag de kantschuiven op de kopse kant van de deur gemonteerd.
Uiteraard is het ook mogelijk om de kantschuiven aan de binnenzijde van de deur te monteren. Kantschuiven zijn het alternatief voor het gebruik van espagnoletten. Wilt u nou liever espagnoletten gebruiken? Bekijk dan onze video over espagnoletten. Dit was de video over het plaatsen van onze kantschuiven. Wilt u nou meer weten of bestellen? Ga dan naar wova.nl/kantschuiven. En onthoud, Wova bevestigt het keer op keer.